Dan ga ik onze vierde spreker introduceren. Dat is Chris Hinnen. Hij werkt als klinisch psycholoog in het Spaarne gasthuis. Hij heeft als aandachtsgebied oncologie. Hij is gepromoveerd op gehechtheid en heeft volgens mij best een brede onderzoeksinteresse. Maar vandaag gaat hij vertellen over het onderzoek wat hij ook samen met Cor doet en Floortje Bols doet. In de hoop dat we daardoor depressie bij kanker beter gaan begrijpen. En op de helft van de presentatie zal ik het stokje overnemen. Ja, dankjewel. Ik ga even mijn PowerPoint opzoeken, want die zie ik hier niet staan. Ik hoop dat hij nog komt. Ja? Weet je zeker? Oké. Okay. Nou, klik ik de andere kant op. Ik heb gelukkig niet zoveel slides als dit. Kijk, daar zijn we. Dankjewel Marije. Ja, ik wilde inderdaad iets meer inzoomen op depressie binnen de oncologie. Mijn voorgangers hebben de term depressie al laten vallen. En er zijn ook buitengewoon veel onderzoeken die laten zien dat depressie veel voorkomt bij mensen met allerlei soorten kanker. Het ingewikkelde daarvan vind ik altijd dat het in deze studies altijd lijkt alsof depressie een soort homogeen, eenduidig concept is. Terwijl in werkelijkheid het eigenlijk een heel heterogeen concept is. Ofwel een veelkoppig monster. Als je naar de DSM kijkt, dan worden er in ieder geval drie kernsymptomen onderscheiden. En die drie kernsymptomen zijn wat je noemt motivationele anhedonie. Wat eigenlijk betekent een gebrek aan interesse. Niet zoveel zin meer om dingen te doen. Het andere kernsymptoom is wat je noemt consumatory anhedonie. Dat betekent eigenlijk dat als je iets doet, dat je er eigenlijk niet zoveel plezier aan beleeft. En het derde kernsymptoom van depressie is negatief affect. En dat is meer dan alleen somberheid. Dat is vaak ook een combinatie van somberheid, zorgen maken, irritatie, wanhoop. Dus een heel cluster van nare emoties. En deze kernsymptomen worden niet of nauwelijks eigenlijk onderscheiden in onderzoek. En eigenlijk ook vaak niet zo in de klinische praktijk. En dat is eigenlijk een beetje gek, omdat die kernsymptomen waarschijnlijk een hele andere etiologie hebben, een andere neurobiologische substraat, een verschillende samenhang hebben met allerlei andere depressieve klachten, maar ook misschien wel een hele andere behandeling verlangen. Dus een van de doelen die ik samen met Floortje Mols had, was in eerste instantie eens te kijken of het nou lukt om die kernsymptomen uit elkaar te trekken, om daar onderscheid in te maken. En daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een hele grote dataset van profiles. Van mensen met die kanker hebben gehad. En die hebben allemaal dezelfde vragenlijst ingevuld. Met daarin items die naar die drie kernsymptomen vragen. En met behulp van netwerkanalyse hebben we gekeken hoe deze items samenhangen. En in het linker plaatje zie je al dat er iets van samenhang tussen die verschillende items zichtbaar wordt. Vervolgens hebben we met een viertal algoritmes, vraag me niet de details, maar al die algoritmes hebben hun eigen sterke en minder sterke kanten. Hebben we gekeken of er binnen dat netwerk communities of clusters van symptomen zijn te ontdekken.
En het resultaat was eigenlijk dat we tot 3 clusters kwamen. En die 3 clusters komen eigenlijk heel erg mooi overheen met de 3 kernsymptomen van depressie. Linksboven zie je het cluster motivationele anhedonie. Niet zoveel zin om nog iets te doen. Rechtsboven is het cluster consumatory anhedonie. Ik kan nog steeds genieten van de dingen die ik doe, of niet. En onderin een groot cluster met betrekking tot negatieve gevoelens. Dus kortom, op basis van deze analyse, op basis van data van meer dan 10.000 mensen met kanker, zou je kunnen concluderen dat het inderdaad mogelijk is om die 3 kernsymptomen uit elkaar te trekken. En dat het waarschijnlijk veel informatiever is om dat te doen dan ze op een hoop te gooien en te doen alsof het 1 concept is. Vervolgens vroegen Floortje en ik ons af of die kernsymptomen zich misschien ook anders gedragen gedurende zo'n ziekteproces. Want als dat zo is, dan zou dat ook belangrijke informatie kunnen geven over wanneer en op welk moment we deze zouden moeten behandelen. Daarvoor hebben we gekeken, gebruik gemaakt van een dataset bij mensen met darmkanker. En wat we vonden was inderdaad dat die kernsymptomen zich eigenlijk heel anders gedragen gedurende zo'n ziekteproces. Dat wil zeggen, motivationele anhedonie, plaatje linksboven, blijkt met name in de behandelfase en in de palliatieve fase verhoogd te zijn. En dat is waarschijnlijk een heel normale reactie die ook vanuit een evolutionair perspectief zelfs adaptief is. Als mensen ziek zijn en behandeld worden, kan de behoefte om de wereld een beetje kleiner te maken, niet zoveel zin te hebben in dingen, kan eigenlijk best wel gezond zijn. Omdat mensen daarmee energie besparen, herstel bevorderen en de kans op infectie en andere gevaren voorkomen. Dus als mensen in de behandel- of in de palliatieve fase zeggen dat ze weinig zin meer hebben in dingen, het liefst thuis blijven, contact een beetje uit de weg gaan, is dat waarschijnlijk een reactie die je zou kunnen normaliseren. Als mensen dat nog steeds zeggen op het moment dat ze in de herstelfase zitten, in de follow-up, op het moment dat de ziekte wat naar de achtergrond verdwijnt, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dan zouden mensen geholpen moeten worden om weer wat actiever te worden en erop uit te gaan. Werkhervatting kan daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen. Moeite om te genieten, consumatory anhedonie, het rechterplaatje bovenin, die was met name verhoogd in de palliatieve fase. Ook dit is natuurlijk erg voorstelbaar, omdat het zorgeloos genieten op het moment dat je weet dat de tijd schaars is geworden, moeilijk wordt. En wanneer mensen in de herstelfase nog steeds aangeven dat ze moeite hebben om te genieten en plezier te ervaren, kan gedacht worden aan cognitief gedragstherapie. Het negatieve effect, en dit onderste plaatje moet je eigenlijk een beetje op zijn kop lezen, omdat een lagere score betekent hier meer negatieve gevoelens. Daarvan zagen we dat die vooral in de diagnostische fase en in de palliatieve fase verhoogd was. Ook dit ligt voor de hand. Met name de onzekerheid en de confrontatie met de dood in deze fase van het ziek zijn roepen deze emoties op. Interventies zouden zich dan ook moeten richten op het bevorderen van een gevoel van veiligheid. En niet alleen voor staan en op het stimuleren van verbinding. Nou, kortom, het is niet alleen mogelijk om onderscheid te maken tussen die 3 kernsymptomen van depressie, maar door dat te doen krijgen we ook meer inzicht in hoe we een patiënt op welk moment het beste kunnen helpen. Dank voor jullie aandacht en ik geef het woord graag aan Marije die daar wat verder op in zal gaan. Dankjewel Chris. Dus ook al een vraag. Ik denk dat ik hem toch nu vast al ga stellen.
Heb je handvaten hoe we het uit elkaar trekken van symptomen van depressie kunnen toepassen in de praktijk? Dus hoe kunnen we daar rekening mee houden? Door ernaar te vragen, door goed te luisteren. Ik doe dat dagelijks. Als je een beetje oplet en je vraagt inderdaad daar gewoon naar. Van goh, heeft u nog zin in dingen te doen? Zeggen mensen vaak, of wat ik veel tegenkom is dat mensen dan zeggen vaak, zeker als ze in de behandelfase zijn, nee. Ik maak de wereld inderdaad een beetje klein. En als u dan wat doet met de kleinkinderen, kunt u er dan nog een beetje van genieten? Ja, dan kan ik er nog wel van genieten. En bent u ook somber? Nee. Was ik wel. Ik maakte me ook heel veel zorgen. Maar nu in de behandelfase? Nee. Vooral, laat me maar een beetje met rust. Dus je kunt er gewoon naar vragen. Als je het maar in je hoofd hebt dat het verschillende dingen zijn. Helder, dankjewel. Ga ik het stokje van je overnemen. En dan hoop ik de goede kant op te klikken. Ja, ik heb hem weer links. Je moet juist links. Okay. Links, ja, precies. Ik ga jullie ook vertellen over hoe je depressie bij kanker nog beter kunt begrijpen vanuit een netwerkbenadering. Jullie hebben daar al over gehoord van de presentatie van Dunja en van Chris. Zij deden een netwerkbenadering over hele grote groepen data. En ik ga meer kijken naar netwerkbenadering binnen het individu. Maar eerst wil ik jullie nog vertellen waarom ik denk dat juist de netwerkbenadering bij somatische aandoeningen en psychische aandoeningen zo belangrijk is. Omdat je namelijk naar verschillende domeinen tegelijk kan kijken. En we weten allemaal dat de impact van kanker niet alleen somatische gevolgen op het somatische domein is, want er zijn heel veel somatische gevolgen van ziekte en behandeling. Maar er zijn natuurlijk ook altijd psychologische gevolgen. En het heeft ook altijd invloed op het sociale domein. Dus op de relaties, op het gezin, op het werk. En die domeinen staan niet los van elkaar. Je kunt je voorstellen dat als je dus bijvoorbeeld neuropathie hebt, over waar Danielle over vertelde. Ik weet een cliënt die werkte als kelner in een restaurant. Maar door de neuropathie kon hij niet meer met het dienblad rondlopen. En bovendien was zijn smaak veranderd. Hij was sommelier, dus hij kon heel goed wijn proeven. Dat kon hij niet meer. Dan zie je dat iemand al beperkt is in het werk wat hij altijd met heel zijn hart deed. Dat heeft natuurlijk psychische gevolgen. Het heeft ook financiële gevolgen. Het heeft ook gevolgen op de relatie. En mensen kunnen daar natuurlijk over gaan piekeren. En dan kun je natuurlijk ook weer bijdragen aan cortisol en meer vermoeidheid ervaren. Omdat het allemaal met elkaar interacteert, is het zo belangrijk om dat vanuit die netwerkbenadering te bekijken. Als gz-psycholoog bij het Helen Dowling Instituut en onderzoeker hebben we ook een keer onderzoek gedaan onder alle instellingen in Nederland die mensen met kanker met psychische problemen helpen. En we hebben dus gekeken met welke klachten melden mensen zich nou aan. En dan zie je dat mensen vaak niet alleen somber zijn of angstig zijn of ernstig vermoeid zijn. Maar een groot deel van de mensen heeft tenminste twee van die klachten echt duidelijk aanwezig en een groot deel heeft ook alle drie. Ook daarom is die netwerkbenadering van belang. Ik wil u wat vertellen over het proefschrift van Esme Bickel. Zij heeft het proefschrift geschreven met de titel I'll Do It Myself. En het gaat over waarom mensen met kanker die depressieve klachten ervaren eigenlijk geen hulp zoeken. Want in een eerder onderzoek bleek dus dat mensen vaak geen hulp zoeken. Zij vond dat driekwart van de mensen die dus last heeft van somberheid bij kanker eigenlijk niet om hulp zoekt. En zij vroeg die mensen waarom. En ze heeft verschillende manieren gekeken of hoe we erachter kunnen komen. Nou, een van de dingen die zij vindt is dat driekwart dus geen hulp zoekt. En dat te maken heeft met dat die mensen eigenlijk ook zich niet bewust zijn van dat waar ze last van hebben, dat je dat als depressief zou kunnen noemen. En ze weten ook niet dat er effectieve psychologische behandelingen voor zijn. Dus ik dacht dat is alvast de eerste take-home message voor iedereen die luistert. Want als we dus wel vertellen dat er effectieve behandelingen mogelijk zijn voor depressie en ook voor vermoeidheid en voor neuropathie, dan is er ook de hoop dat mensen vaker hulp gaan zoeken.
Ze heeft ook gekeken, als mensen nou geen hulp zoeken, misschien is dat niet erg. Hè. Soms is het in een fase ook, wat Chris al noemde, adaptief. Dus dat is oké, dat is normaal. Maar vaak blijven die symptomen langer aanhouden en versterken ze elkaar. En zij vindt dan dat, als je kijkt naar de groep mensen die last heeft van klachten, dat de helft daarbij nemen de symptomen wel wat af, maar bij zeker de helft neemt het helemaal niet af. Dus die komen er eigenlijk zelf niet uit. En ze heeft gekeken welke groep is dat dan. En wat opvalt is dat dat een groep is die een vermijdende copingstijl hanteert. Dus eigenlijk problemen probeert eigenlijk een beetje uit de weg te gaan en niet aan te pakken. En ook alcoholgebruik bleek samen te hangen met het voortbestaan van klachten. Ik vertelde al over de netwerkbenadering dat je dat ook bij het individu kan doen. Wat je dan doet, is dat je meerdere metingen doet binnen één persoon. En je maakt dan een netwerk van de symptomen binnen die persoon. Dus je kijkt hoe de symptomen van depressie binnen de persoon met elkaar samenhangen. Esmee Bickel heeft dat gedaan met 52 mensen. Heeft ze 2 weken lang, 5 keer per dag, de depressieve symptomen voorgelegd en gevraagd in hoeverre mensen daar last van hadden. En dat doe je dan door op het telefoon, en dan krijg je een melding en dan wordt kort een aantal dingen uitgevraagd. We noemen dat experience sampling. Zij heeft dat gedaan en gekeken naar de dynamiek en ik ga u de conclusies van haar onderzoek vertellen. Zij vindt, de tweede op de slide, dat vermoeidheid vaak voorafgaat aan andere symptomen van depressie. Dus vaak voorspelde vermoeidheid, verlies van plezier en somberheid. Ze heeft ook gevraagd bij welke symptomen mensen dan een voorkeur hadden om psychologische hulp te ontvangen. En mensen geven dan aan dat ze graag psychologische hulp willen om te gaan met de vermoeidheid, somberheid, verlies van plezier en slaapproblemen. Andere symptomen die dan niet hier genoemd zijn, zijn bijvoorbeeld schuldgevoel of verlies van eetlust. Dat zijn ook symptomen van depressie, maar dit zijn de symptomen die ze noemen waar ze graag hulp bij willen. En de derde heb ik al verteld dat zonder hulp blijft die somberheid bij een groep bestaan. Dus het is wel belangrijk om die mensen hulp aan te bieden. Omdat vermoeidheid zo centraal stond, ook in het netwerk van depressieve symptomen, en omdat vermoeidheid vaak de andere symptomen voorspelde, wil ik jullie ook wat vertellen over het vermoeidheidsonderzoek wat we zelf deden. Ook weer met netwerken en experience sampling. Het is een promotieonderzoek van Tom Bootsma, die vorige maand hier gepromoveerd is. En hij heeft heel veel kwalitatief onderzoek gedaan en naar de literatuur gekeken naar wat zijn nou belangrijke factoren bij ernstige chronische vermoeidheid na kanker. En wat hij vindt is dat er 3 aspecten zijn van vermoeidheid. Die hebben we gemeten in experience sampling. Maar ook de omgaan met vermoeidheid zijn een aantal gedragsmatige factoren van belang. En sommige zijn beschermend en andere houden juist de vermoeidheid in stand. Dat gaat over heel veel piekeren, over denken. Of je jezelf rust gunt of niet. Of je het ziek zijn of ziek geweest zijn kunt accepteren. Hulpeloos voelen en ook controle ervaren. Dus of je ervaart dat je invloed hebt op je vermoeidheid. Activiteit is ook belangrijk en stemming en pijn hebben we in die eerste versie van onze experience sampling allemaal gemeten. We hebben ook weer mensen gevraagd om wekenlang, dus meerdere keren per dag, door zo'n app op de telefoon deze dingen uit te vragen. En wat ik laat zien is dan 1 netwerk van 1 specifieke persoon. En waarom dat belangrijk is, is, we hebben net al gehoord, depressie kan er verschillend uitzien bij verschillende mensen. En dat geldt ook voor vermoeidheid. Niet iedereen ziet dat er hetzelfde uit. En wat je hier ziet bij deze persoon, in dit plaatje, vermoeidheid staat daar in het midden, is dat het vooral samenhangt met acceptatie van de ziekte voor deze persoon. En je ziet ook dat die acceptatie weer samenhangt met je hulpeloos voelen. Dus hoe meer deze persoon op een moment de ziekte kon accepteren, hoe minder hulpeloosheid en hoe minder vermoeidheid. En andersom ook. Dit is belangrijk, dit koppelen we terug aan de patiënt in een gesprek samen met de therapeut. Zodat ze samen ook in gesprek kunnen gaan over dit netwerk van, dit is wat we zien in jouw data, is dat ook wat je herkent? En kan het dan zo zijn dat die acceptatie een punt is waar we met de behandeling als eerste op in kunnen zoomen? Met het idee dat je daarmee de behandeling ook effectiever kan maken.
Misschien ook goed om te noemen, er staat ook een bolletje met pijn in. Bij deze persoon was dat zo dat die pijn vrij continu aanwezig is. En als je dus iets wat hebt wat continu, dan kan je moeilijk een samenhang met andere symptomen ontdekken. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Dus het kan best zijn dat die pijn continu aanwezig is en dus wel leidt tot energieverlies. Alleen er is geen samenhang met de andere symptomen. Dus er zitten ook wel wat beperkingen aan zo'n netwerk die je dan goed uit moet leggen. Vermoeidheid speelt dus ook bij veel mensen een rol. En we willen natuurlijk niet dat iedereen aanklopt bij voor hulp bij mensen, omdat er al zo'n druk ligt op de zorg. Dus de vraag is ook, wat kunnen jullie doen en wat kunnen mensen zelf doen? Wat is er voor zelfhulp beschikbaar? En wij hebben op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan naar vermoeidheid, samen met het Zorginstituut Nederland een website ontwikkeld. Die heet fitterbijziekte.nl en dan is een speciale pagina over kanker en vermoeidheid, waar mensen zelf dus uitleg kunnen krijgen met filmpjes en animaties. Doenja heeft er ook aan meegewerkt om wat meer over die biologische achtergronden en mechanismes uit te leggen. En er is ook een specifieke pagina voor de zorgverlener om wat meer informatie te krijgen. Dan is het zo dat op de Onco App Store, dus de kanker.nl, is een site waar alle mensen met kanker heel veel informatie kunnen vinden. En daar is nu ook een App Store ontwikkeld. Dus alle apps die onderzocht zijn en die effectief zijn gebleken uit onderzoek, die zijn daar te vinden. En mensen kunnen dan met een digitaal zorgtegoed kiezen uit die apps die daar staan en daarmee zelf aan de slag. Een voorbeeld wat we hier rechts in de dia zien is het programma Minder Angst na Kanker, waar wij onderzoek naar hebben gedaan. En dit kunnen mensen doen en wij hebben dat programma ook onderzocht, een soort blended variant in de eerste lijn. Dus mensen kunnen dan hulp vragen aan de huisarts en de POH GGZ, die ze dan bij dat programma kan begeleiden in het geval ze er niet zelf uitkomen. Nou, als laatste wil ik nog noemen, bewegen en activeren is ook al genoemd. Zowel bij somberheid en depressie als bij vermoeidheid is het belangrijk om mensen weer te motiveren om in beweging te komen en mensen te activeren. Maar het is ook vaak heel lastig. Dus mensen hebben toch vaak uitdeem, neuropathie, vermoeidheidsklachten, waardoor ze niet meer kunnen wat ze eerder konden. Dus je kan je voorstellen, als je elke week misschien 2 of 3 keer ging tennissen met een bepaald tennismaatje en je kan dat nu helemaal niet meer. Ja, dat heeft sociale gevolgen, maar het is ook heel frustrerend als je dat dan niet meer kan. Dus mensen moeten vaak wel geholpen worden om te zoeken naar andere manieren waarop ze wel weer kunnen gaan bewegen en actief kunnen worden. En ik denk, daar kunnen jullie misschien ook een rol in spelen. Nou, dit is nog een plaatje van het artikel waarin we dus onderzocht hebben of die begeleiding vanuit de eerste lijn ook kan helpen bij dat programma Minder Angst naar Kanker. En dat was gelukkig zo. En tot slot, als je bijvoorbeeld als POH GGZ werkt en je hebt die Onco App Store gevonden, of je werkt misschien met Therapieland of een ander programma en je komt er niet uit, of je wil graag meer weten over hoe kan ik nou mensen het beste begeleiden bij bijvoorbeeld angst naar kanker, dan kan je ook scholing krijgen via de Helen Dowling Academie. Dat is de academie waar we via het Helen Dowling Instituut onze kennis ook verspreiden. Dus als je daar meer informatie wil, dan kan je op hdi.nl scholing kijken. En dan kom ik bij de laatste slide. En dat is of er vragen zijn voor Chris of voor mij. En dan ga ik weer even naar mijn stoel lopen om te kijken of die vragen er zijn. Dus dank jullie wel. Deze hier neerleggen, voorzichtig. Dan ben ik benieuwd. Jazeker, er is een vraag. Een methodologische vraag. En dat is, hoe hebben jullie bepaald om mensen 5 keer per dag te bevragen met experience sampling, ESM, en niet meer of minder? De vraag verspringt. Dat is een goede vraag. Dat is denk ik methodologisch. Misschien kijkt mijn collega Melanie Schellekens aan, want die weet daar ook veel van. Dat heeft te maken met de power die je nodig hebt als onderzoeker om iets echt betrouwbaar te kunnen schatten. En in balans met wat je mensen aan kan doen met vragen. Ja, we wilden binnen een periode van 3 weken genoeg metingen hebben om een betrouwbaar netwerk te kunnen schatten. En tegelijkertijd wilden we mensen ook niet te veel belasten. Ja.
Dankjewel. Hoe kunnen we meer bewustwording creëren zodat mensen wel hulp gaan zoeken? Ik denk eigenlijk dat Christy heeft net al een aantal vragen verteld hoe je vragen kan stellen om achter die verschillende symptomen van depressie te komen. En dat zijn denk ik mooie ingangsvragen om in ieder geval het gesprek aan te gaan. En dan is het goed om te kijken van wat is adaptief, wat is normaal en wanneer moeten we hulp gaan zoeken. En dan is het dus belangrijk om uit te leggen dat er effectieve interventies zijn. Want Esmee Bikkel vindt vooral dat als mensen dat niet weten, dat ze dan geen hulp zoeken. Heb jij nog aanvullingen daarvan? En dan is er nog een vraag, ik denk aan Chris. Waar denk je aan als je het hebt over interventies gericht op veiligheid tijdens de palliatieve fase van behandeling? Vooral bevorderen dat mensen, patiënten met de mensen om hen heen, het een beetje samen doen. Ik denk dat zo'n ziekte is een enorme klus. En als je voor je gevoel dat in je eentje moet doen, dan wordt het ondraaglijk. Dus ja, het is buitengewoon belangrijk dat je het gevoel hebt dat je een beetje samen kunt doen met de mensen om je heen. Dus vooral dat bevorderen. Ja, en wat ik ook wel zie is dat mensen het soms lastig vinden omdat ze elkaar willen beschermen. Dus dat ze eigenlijk niet meer met elkaar gaan praten uit bescherming. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat je als zorgverlener probeert dat het gesprek open op gang komt. Want dan bevorder je ook dat samen zijn. Nee, zeker. Ik leg mensen wel eens uit dat het te hebben over emoties met de mensen om je heen, dat het een beetje is als het vlooien van de apen. Hè? Het verlicht geeft een beetje verlichting en het versterkt de band. Dus dat het juist zo prettig is en zo helpend is om het er wel over te hebben. Ja. Andere vraag is van Joran. Mogelijk heb ik het gemist, maar hebben jullie ook naar de impact van dagelijkse situaties op vermoeidheid gekeken? En meteen de vraag ook, zijn er interessante bevindingen daarbij? Hebben wij dat? We kijken wel naar de context. Ja, we vragen wel op welke locatie mensen zijn, met wie ze zijn. En we kijken of en in de feedback aan de patiënt geven we dan van op die en die locatie ben je meer vermoeid of op die en die, als je met die en die personen bent. Nou, vaak zie je als je 's avonds thuis met je partner op de bank zit dat je het meest vermoeid bent. Dat zal niet verrassend zijn. We hebben ook een open vraag gesteld aan het einde van de dag van was er iets belangrijks vandaag? En dan konden mensen zelf terugkijken of die activiteiten, hoe dat samenhing met hun vermoeidheid voor die dag. Ja.